vorige ook weer. Een simulatiespel. Ah. Vliegsimulatiespel. Oh, oh, die manier. Ja, oké. Okay. On dit bicycle. On that precies, on that bicycle. Goed, zometeen gaan we met de heldin van de show bellen. Maar we hebben een appje binnen. Je hoort het trouwens elke week. Ja. Denk daar maar even over na. We hebben er van, ze zijn namelijk pas, dat ze eigenlijk niet al te vaak luisterden. Ja, kan niet. En dat kon niet. Kan niet. Dus we hebben er even gauw de vingertjes getikt. Ja. En we zeiden, we gaan je vanavond even bellen om te kijken of je echt luistert. Ja, de heldin van de show, je hoort het elke week. Denk daar maar even over na. Denk je heel goed over na. Ja. Ondertussen, Jay. Heb je net warm gemaakt? Ja. I'm still looking up. En wij kijken er ook naar Jason Mraz, Mark. En net als Jason Mraz kijken wij ook naar haar op. Ja. We hebben je heel erg warm gemaakt. We gingen iemand bellen en luisteren die eigenlijk lange tijd niet luisterde. Wat eigenlijk niet kan. Hebben we er op de vingers voor getikt. Ja. En mocht een kwartje nog steeds niet gevallen zijn, je kan haar kennen van dit. Ik lach zelf maar even, anders lacht er niemand. Zo lacht er tenminste nog iemand. Ja. Ja, en we zeiden vanochtend, we gaan kijk, hij gaat over. Kijken of ze opneemt. Arjen is trouwens ook in de studio van de bezemkast. Arjen! 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 Buikman, hè, was het. Ja, Buikman. Ja. Ik snap niemand. Oh jee. Ze neemt niet op. Nee, daar ben ik ook bij. Ik heb nog zo gezegd. Volgens mij is ze niet aan het luisteren. Heb je het goede nummertje wel? Ja. Ze is wat anders aan het luisteren. Dit is de voicemail. Is dit de voicemail? Ik heb zo'n vermoeden van wel. Hallo? Tina Jones is in de house, maar nu dus even niet zo, nee. Spreek in naar de piep. Dank u wel. Alright. Oh, er wordt gebeld. Er wordt gebeld. Ja, dat heb jij, pak jij even. Telefoon 2. Ja, hallo? 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 Oh, de telefoon is kapot, die doet het niet, deze. Nee. Oh, wat een drama. Nou, gaan we het gewoon nog een keer proberen? Wat erg. Dat is live radio, er kan van, ja, alles, kan van alles misgaan hier. Goed. Mocht jij nou willen tot we jou ook een keer bellen. Pink nu. 06. We ah. Ja, toch een beetje een anticlimax voor ons. Geikaard naar Zoutelanden. Ja, alle drama net bij elkaar. Mislukt het. Ja, toch een beetje een anticlimax voor ons. Ook voor jou. Dus we dachten, hey, daarmee kunnen we jou niet naar bed laten gaan. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nu op een ander nummer. Ja. Gewoon een hele nummer bed mee. Zo erg is het niet hoor. Hallo, met Pina. Pina! Pina! Hier ben ik wel te bereiken. Ja. Waarom pakt dit nummer het wel trouwens? Nou, wat? Waarom doet dit nummer het wel en het andere nummer niet? Nou, ik weet nog niet hoe ik met die telefoon die mobiel moet omgaan. Maar ik zat te schuiven, dat groene telefoontje naar links. Maar toen weer omhoog, maar dan pak ik hem niet. Je moet naar rechts schuiven. Op de kan ik hem nog niet opnemen. Je moet hem ook naar rechts schuiven. Naar rechts, maar hij zit helemaal rechts. Nou ja, in ieder geval een leuke voicemail. Maakt niet trouwens. Probeer het gewoon even een keer. Ja, we zijn er weer. Ja, ja, leuke voicemail ook. Ja, leuke voicemail. Dat weet ik niet meer. Wat zijn maar, leuke voicemail. Nou ja. Maar... Nou. Jij hebt ons ochtends toch dramatisch nieuws voor ons gebracht. Ja, jij luistert zei niet. Dat je niet luistert. Je zei pas dat je ook de groetjes deed aan Mark. Maar tot ons grote schrik. Inderdaad, de groetjes van Mark. Maar die is al meer dan een jaar weg. Dus wij dachten, hé, hoe kan dat nou? Dat klopt niet. Onze grootste fan luistert niet. Dus wij zeiden, jij gaat vanavond maar eens even luisteren. Dan gaan we bellen en dan gaan we even zeggen, hé. Wat hebben we nou gedraaid? Want welk nummer van Robbie Williams hebben we nou eigenlijk gedraaid? Oh, ik hoorde wat van Oasis, Don't Look Back in Eentje. Maar Robbie Williams, die had ik me even uit, omdat ik dacht dat ze kunnen bellen. Heel scherp, heel scherp. Ja. Want we hebben Robbie Williams namelijk nog niet gedraaid. Ja. Toch? Die komt daar straks nog. Maar ja, je bent geslaagd voor de test. Ah! Wow. Hey Pien, vanochtend had jij een aantal mopjes. En die vonden wij zo leuk. Nou. Toch we dachten, die willen we ook live voor de luisteraars. Dus heb jij een leuke mop voor de mensen thuis? Dat ze met een fijn gevoel straks uit kunnen.
Ja, dan heb ik een vraagje aan Jorien. Oké. Jorien, ik had pas mezelf verzonnen woord, fuklul. Ja. Maar valt dat nou onder tautologie volgens de Nederlandse grammatica of onder pleonasme? Is dat een tautologie? Het is een tautologie. Keurige antwoord. U heeft niks gewonnen. Nou, heeft u ook nog een leuke mop van Arjen of mij? Oh jee. Misschien wel. Die is dan ook van vanochtend. Als ik hem opgenomen heb en ik moet hem live vertellen, doe ik toch dezelfde, toch? Nee, jij mag ook een andere doen, verrassen we ons ook eens. Ja, maar ik weet even geen ander. Dan doen we dezelfde. Want de luisteraars hebben hem net nog, volgens mij wel gehoord, maar live is die toch altijd iets beter. Oké. Okay. Loop ik langs de speeltuin, hoor ik, mama, ik wil wippen. De motherfucker. Nou, om nog met een heel goed gevoel af te sluiten. Okay. Zou je echt voor ons, maar voor de luisteraar thuis nog één keer op je allerbest je lachdrink kunnen gooien? Ik gooi de microfoon zo dicht in mijn lach, joh. Nou ja, als ze nu niet met de vijf voor uitgaan zometeen, dan snap ik het ook niet meer. Snap er ook niks van, hè? Pina, hartstikke bedankt. Leuk dat je weer luistert. Oké, prima. Ja, we hopen eigenlijk. Ja, hopen. Hopen niet dat we je gauw weer moeten spreken om eventjes op de vingers te tikken. Gaan jullie mijn jingle nog draaien, Carol 2? We gaan hem, we gaan hem wel even draaien zometeen voor je. Oké, tof! Ja, moet je wel blijven luisteren, hè? Tuurlijk. Dan hebben we weer een extra luisteraar erbij. Hey! 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 Hey, maar Pina, hartstikke tof. Fijn weekend. Fijn weekend. Fijn weekend, ja.